Jorik van Delen vindt Jongman. Jongman doet dit goed en Jongman doet dit uitstekend. Eigenlijk doet heel Barendrecht het uitstekend. En dat is grotendeels te danken aan Joey Jongman. In alle opzichten de motor van de ploeg. Sinds de herinvoering van de tweede divisie maakte alleen ploeggenoot Tim Eekman meer minuten in het elftal van Adrie Poldervaart. Jongman is meer dan een spelverdeler voor Barendrecht. Zoals je hier ziet opereert hij voornamelijk vanaf het middenveld. Maar hij weet ook uitstekend zijn momenten te kiezen om mee naar voren te gaan. Ondanks zijn doelpuntendroogte van de laatste weken zorgde Jongman ook tegen GVVV voor de meeste doelpogingen. Sinds Barendrecht actief is in de tweede divisie is hij de meest waardevolle speler van de ploeg. Jongman is ook een zeer aanwezige speler die de bal overal op het veld komt opeisen. Tegen GVVV kwam alleen centrale verdediger Jeffrey Aerts nog vaker aan de bal dan Jongman. Als kind droomde Jongman van een profcarrière bij Feyenoord. Maar de middenvelder oogt wat te traag voor het profvoetbal. Wellicht schrijven we hem daarmee iets te snel af, want met zijn lengte compenseert hij een hoop. En met zijn rendement behoort hij gewoon tot de allerbeste in de tweede divisie. Slechts één middenvelder doet het nog iets beter. Robert Suzan. En laat dat nou net de speler zijn met wie hij volgend seizoen een koppel gaat vormen op het middenveld bij Katwijk. Als Jongman daar volgend seizoen niet voor de titel kan spelen, dan weten wij het ook niet meer.